Later als ik groot ben is mede mogelijk gemaakt door Dr. Squish. Nagel in de mitte. Oh, dat gaat niet goed. Dit is later als ik groot ben. Even een klein stukje geschiedenis. Vroeger in de middeleeuwen had je ook al attractieparken. Toen heette het vermaaktuinen. En in die vermaaktuinen ja, kon je naartoe gaan. Daar werden spelletjes gespeeld, er werd muziek gemaakt. Er waren vuurshows. Tegenwoordig heb je allerlei soorten attractieparken. Je hebt een themapark, je hebt historische parken. Je hebt bijvoorbeeld ook Madurodam. En daar komen er steeds meer bij. En dat is goed nieuws voor de 13-jarige Katja. Want die wil later in een attractiepark gaan werken. Komt ze aan, komt ze aan. Hey, goedemorgen. Katja. Ja, Jochem van Gelder, helemaal goed. En dit is je moeder? Ja. Oh, wat leuk samen op stap vandaag. Ja. Ja, het is natuurlijk geen toeval dat ik hier nu vandaag ben. Sterker nog, je moeder zit gewoon in het complot. En ik heb aan jou eigenlijk een vraag. Of je gaat gewoon lekker met je moeder vandaag in Madurodam rondlopen. Hè, leuk. Of je gaat samen met mij in Madurodam een dagje werken. Werken. Katja, wat heb jij met attractieparken? Nou, ik ben er dol op sinds jongs af aan en de sfeer in de parken is ook altijd wel leuk. Ja, hoeveel heb je er al gehad in je jonge leven? Ik denk wel een stuk of 6 of zo. Noem eens. Europa Park, ja? Disney World. Zo, dat is een serieuze. Efteling. Ja. Ja, Madurodam. En dat maakt dat jij denkt van nou, er naartoe gaan vind ik leuk, maar ja, werken lijkt me misschien nog leuker. Ja, het begeleiden met de mensen zelf is ook gewoon leuk. En het helpen, ja, het lijkt me gewoon echt te gek om hier te werken. Toch wel, want ik heb geruchten gehoord dat je ook denkt dat je dan gewoon de hele dag lekker in attracties kunt en dat je gewoon ijs kunt halen wanneer je wilt. Nee, je moet ook werken natuurlijk. Tuurlijk en wel, hè? Als het nodig is, ja, mensen te hulp schieten. En dat heb jij zelf ook ervaren, heb ik begrepen, ja. Toen jullie een keer op bezoek waren. Ja, we gingen naar Europa Park, een park in Duitsland. En mijn broertje was daar kwijtgeraakt en hij was maar 4 jaar toen. Oei. Ja, en toen waren er gelukkig hulpvolle medewerkers die hem hielpen. En dat heb jij van nature, heb je dat ook in je? Ik denk het wel, ja. Katja, met Madurodam. Dan denk je natuurlijk meteen aan de miniaturen, maar er is veel meer. En je hebt spectaculaire attracties hier en je hebt ook nog doe-dingen. Je kan heel veel dingen doen. Heb je enig idee wanneer Madurodam geopend is? Misschien rond 1950. Bijna goed, 1952. Met andere woorden, jubileumjaar. We bestaan nu 70 jaar. Ieder jaar komen hier 650.000 bezoekers. Vandaag verwachten ze er ongeveer 550. Daar horen wij niet bij. Want wij werken hier. Want wij moeten hier werken, inderdaad. Antonia, yes. Jij werkt hier bij Madurodam. Klopt. Nog niet zo lang, maar jij weet wel wat er allemaal te doen is. Yes. Nou, dit is Katja. Die heeft eigenlijk maar één droom om later in een attractiepark te gaan werken. En ze wil klein beginnen. Nou ja, superleuk. Dan moet je hier beginnen, toch? Superleuke plek om te beginnen. So. En wat moet je eigenlijk hier allemaal kunnen om hier te kunnen werken? Nou, het belangrijke is dat je goed met mensen kan praten. We hebben heel veel bezoekers hier uit allerlei landen. Dus het is makkelijk dat je goed met ze kan praten, dat je flexibel kan zijn. Maar ook dat je wat Engels kan praten, want we hebben ook heel veel buitenlanders uit allerlei landen. Oké, nou, dat komt goed uit, want ze spreekt Engels, Nederlands. Ja. En Brabant. Ja. Oh, wauw. Dat is goed. Dan komt dat helemaal goed. Wat gaan we als eerste doen? We gaan beginnen bij de kassaverkoop. En daar ga ik jullie laten zien hoe we de tickets verkopen. Ja. Oké, okay. Dus, nou meteen beginnen. Op naar de kassa. Let's go. Sommige mensen hebben al een e-ticket en die kunnen we direct gaan scannen. Ja. En sommige mensen moeten nog een kaartje kopen. Oké, okay, dus één van ons gaat scannen en de ander gaat verkopen. Klopt, dat is helemaal waar. Jij bent de gast, dus zeg jij maar, wat lijkt je het leukst? En dan kunnen we wisselen eventueel. Scannen. Dit is de scankassa en hiermee scannen we eigenlijk de ticket. En als we de tickets hebben gescand, geven ze nog informatie mee. Krijgen ze dit kaartje mee, kunnen ze video's kijken in het park. Hiermee krijgen ze alle informatie over de attracties die wij hebben. En dan hebben we ook nog een knipkaart voor de kinderen. En dat is hem eigenlijk. Heel veel succes. Bedankt. Hey, veel plezier hè. Jij ook. Meneer. Oh, ik kom tickets scannen. Oh. Hi. Hallo, welkom bij Madurodam. Hi. Dank je wel. Hij is niet geldig. Niet geldig. Wacht, ik scan hem wel opnieuw. Ja. U krijgt ook nog een informatieboekje erbij. Oh, dank u wel. En een kaartje. Oh, fijn.
Top, dank u wel. Alsjeblieft, fijne dag verder. Goedemiddag. Goedendag. Ja, u mag doorlopen naar mijn collega aan de overkant. Die gaat u scannen en dan kunt u het park in. U heeft al kaartjes. Ik hoef niks te doen, dus pak ik nog een cappuccino. Hallo, welkom bij Borduro dan. Even kijken, ik heb hier een M-ticket. Ja. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ach, wat leuk dat jullie er zijn. Ja. En nummer 2. Wij zijn volwassen. Ja, wanneer zijn we volwassen? Dat is dan de volgende. En dan krijgt u nog een informatieboekje bij. Ja. €44. Alsjeblieft. Laat maar zitten, is goed zo. De Flying Dutchman, waar is die? Die is als je rechtdoor loopt en dan naar links gaat, dan is die daar. Een hele fijne dag. Ja. Geniet ervan. Dag. Antonia, we hebben even een nieuw pakje aangedaan. Yes. Mooi pakje. Staat jullie heel erg goed? Jij kan ook alles hebben, hè? Ja. Jij kan echt ook alles hebben. Ik kan er maar net in, maar het maakt niet uit. Waarom hebben we dit nu aan? Ja, bij Manure Dam werken we met thema's. Ja. En dit is de Flying Dutchman. Okay. Omdat KLM 100 jaar is geworden en vanwege het jubileum hebben we eigenlijk dit vliegtuig hier neergezet. En omdat we de bezoekers toch de beste beleving willen geven dat ze een echte vliegtuigreis gaan maken, hebben wij ook stewardessen outfit. Goed, en het is nu aan ons om de mensen even op hun plek te krijgen. Ja. En het hele protocol, hè? Zorg dat iedereen goed netjes zit, op de juiste plek. Dan gaan we de motoren starten en dan mogen we naar de show starten. En aan het einde moeten we de mensen natuurlijk weer een fijne dag wensen. Ooit ook nog de ambitie gehad om stewardess te worden? Niet echt. Niet echt, maar dat pikken we vandaag even mee, hè? Ja. Ben je er klaar voor? Ja hoor. Oké, daar gaan we dan. Ja, komt u maar hoor. Hallo, met z'n... With how many persons are you? We are 3. Yes. You can sit by the rest. These 3. 9, 11 and 13. Sounds very good. Sounds very good. Number 13? That's a shame. Yeah. Where are we going to? We cannot say that. It's a mystery flight. Mystery flight. Bent u alleen? Ik hoor bij hun, dus ik denk dat ik nummer 13 ga. Oh ja, 13. Ik ben echt. Mag geen voedsel mee aan boord. Als u het opbergt, mag het wel. Dan mag ik het meenemen. Ja. Ja. Dat zijn de voorschriften. Oh, dank u wel. Alsjeblieft. Have a good flight. En een verder. Dank u. Hallo. With how many persons are you? You can sit here. 14 hebben we nog. Nice flight. Hallo. 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 We zijn met z'n drietjes. Ja. Dan mogen jullie... Hier? Nee, nummer 16 is al bezet. Oh. 17 en 15. Oké. Okay. 18, 17, 15. Dank je. 18, 17, 15. Thank you. Thank you. Ja, hallo. Hallo. Ja, kijk even. Oké, misschien moeten we je nog even vertellen, vragen of ze de riemen allemaal vast hebben. Ja. Nou, hallo allemaal, welkom aan boord bij de Flying Dutchman. Ik vraag jullie allemaal om jullie riemen vast aan te doen. Seatbelts, fasten your seatbelts, please. Because it can be a bumpy ride tonight. De nooduitgang is... The emergency exit. There is no emergency exit. So, have a nice flight. Oké, dan moesten wij hier in gaan zitten om alles verder te bedienen, hè? Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, 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 kom maar. Oké, dan kunnen we zien waar ze zitten. Ja. Oké, als jij de show indrukt, volgens mij gaat hier iemand staan, zie je? Ja, dat is stoel nummer 16. 16. Misschien moet jij even zeggen dat hij moet gaan zitten. Meneer, op stoel nummer 16, wilt u alstublieft even gaan zitten? Dank u. En jij nog denken van, oh leuk, wat doe ik dan? Attractiepark, daar kan ik alle attracties in. Kijk waar we zitten nu. Als ik een beetje zo beweeg, hebben we nog iets, hè? Straks valt hij om. Maar hebben we nog iets. Oh. Oh ja, de mensen moeten eruit nu. De vlucht. Ja. Oh ja, dan komen ze aan. Heel goed. Aha, thank you. Thank you. Thank you so much. Did you have a good flight? Yes. Yes? Fijne dag. Thank you for flying, KLM. Thank you. Thank you. I felt like I was in a disco. Yeah? Yeah. It was a disco flight. Disco flight. Nou, even kijken of er iemand in zit. Mevrouw, kom er nou uit. We hebben zo de meter. Mevrouw, kunt u eruit gaan? Nu. We kunnen hier blijven zitten. Volgende klus. Ja, we hebben net hebben de bezoekers verwelkomd, we hebben de kaartjes verkocht en we stonden al bij een attractie. En we gaan nu de poffertjes pakken voor de bezoekers. En
Is het lastig om te bakken of valt het wel mee? Het valt wel mee. Het is belangrijk dat we goed letten op de hygiëne van het eten dat we maken, maar ook dat er niet al te lange wachtrijen zijn. Fresh beverages, who makes me lose? Cappuccino. Kopje en cappuccino voor u. Goedemiddag. Hallo. Mag ik voor u een kopje koffie en een portie poffertjes? Ja, poffertjes. Dan wordt het €7,45. Wilt u contant of pinnen? Cash or credit card. Kijk, lekker toch? Ik doe wel pinnen. Ja. Poffertjes met suiker en koffie. Poffertjes met suiker en koffie. You can get it there. Have a nice day. Bye. Iedereen is weg. We hebben iedereen al geholpen. Dan zijn deze voor ons. Ja. Wel lekker hoor. Dat moeten we vaker doen. Als jij nou gewoon hier gaat werken, dan bel je me en zeg je Jochem, het is zover. Kom ik langs. De Oosterscheldekering. We moeten de sluizen sluiten voordat het overloopt hier. Ja. Ja? En dan moeten wij zo pompen. Pak jij de eerste, doe ik de tweede. Ja. Gaat die niet dicht? Nee. Waarom niet? We moeten even pompen. Kijk, daar komt de water in als het goed is. Wat doen jullie hier? Ik heb jullie nodig voor de volgende challenge. Oh. Ja. Dus komen jullie met me mee? Okay. Ja hoor. Ja, wij dachten we gebruiken de spare time of de vrije tijd even nuttig. Nee, maar ik heb jullie nu nodig voor de volgende challenge. Ja, dus, en dat is? De waterwolf. De waterwolf. De waterwolf. Tuurlijk. Oké, opdracht is dus om het Haarlemmermeer leeg te pompen. Dat was ooit, long time ago, een ingenieus project. En hier binnen spelen ze nog een keer na. Katja gaat beginnen. En daarna kom ik, de winnaar. Maar dat weet zij nog niet. Oh, daar is ze. Niks zeggen. Nou, hallo. Kunt u naar binnen gaan? Dit is jouw team? Ja. Nou, sterkte ermee. Ja. Geniet ervan. Veel plezier. Veel plezier ook. Deze kraan is voor water en we moeten hem naar het midden proberen te brengen. En deze kraan is voor stoom en dan moet je ook proberen naar het midden te brengen. Een beetje naar links en naar rechts soms draaien. En de andere, de blauwe, is voor deze en deze moet ook op de helft gaan staan. Deze kraan moet je draaien zodat het in het midden komt. Goed zo. En, hoe ging het? Goed hoor. Succes, ja? Hè? Ik denk niet dat het bij jou gaat lukken. Waarom niet? Ja, jouw Engels is ook niet echt goed. Nee, maar ik heb een Duitse groep. Oh. Kein probleem. Veel succes. Ik in die Wasserwolf pakken. Kom eens hier maar naar binnen. Dankeschön. Moet weer in die Katja verslaan. Oké. Met die rode en met die blauwe. Ja, die nagel in de midden. Nagel in de midden. Oh, dat gaat niet goed. Katja die heeft supergoed uitleg gegeven. Ja. Katja heeft ervoor gezorgd dat iedereen het perfect heeft gedaan. Bij elk persoon individueel ben je langs gegaan en heb je gecheckt of ze het allemaal goed deden. Daardoor heeft iedereen het perfect gedaan en dan ben je ook de winnaar. Heel erg bedankt. Sorry Jochem, maar nee, goed. Ik merkte toch bij jou dat het, weet je hebt wel aanwijzingen gegeven, maar ja. Het was niet zo direct op de mensen. Nee, natuurlijk. Ik merkte wel, ik zag wel een paar fouten. Ik vind het ook helemaal niet erg. Voor de tweede keer. Ik vind het ook helemaal niet erg om te verliezen. Het is wat het is. En belangrijker is dat Katja het goed heeft gedaan. En zeker. Dat zij het dus in zich heeft om mensen enthousiast te maken en om mensen aan te moedigen. En dat contact met mensen, ja, daar had je het van tevoren ook al over. Dat jouw kwaliteit eigenlijk was. Nou, dat is ook wel gebleken. Ja, dat zeker. Dat zeker. Goed. Heel fijn voor jou. Katja. Ja. En jij hebt het ook goed gedaan. Goed wel. Dank je voor de rondleiding en dat we alles even mochten proeven, mochten doen. Top. En dank je wel. En tot de volgende keer graag. Heel goed. Dat was superleuk. Tot de volgende keer. Doei. We hebben heel veel gedaan. Ik ben heel nieuwsgierig. Of als ik je nu zou vragen,
Wil je nog steeds attractiepark medewerker worden? Ja, dan is het echt een dikke ja. Een dikke ja? Ja. Het was toen we begonnen al een ja en het is alleen maar een dikke ja geworden. Ja. Nou, dat vind ik top. Dat vind ik ook goed om te horen. Ja. En ik wist het eigenlijk al, want ik heb je aan de gang gezien, ik heb je bezig gezien en dat deed je allemaal top. Ja. Nederlands, Engels, het maakt jou niet uit. Ja. Weet je nog in welk jaar dit park is geopend? 1952. Helemaal goed. Weet je nog welk meer er leeggepompt werd met behulp van de waterwolf? Haarlemmermeer. En dan heb ik nog een derde vraag. Hoe werden attractieparken in de middeleeuwen genoemd? Nee, dat hoef je niet te zeggen. Dat mogen ze thuis gewoon onder in de comments zetten. Ja. Ik heb nog een kleinigheidje voor je. Kijk eens. Dr. Squish. Een squishy maker. Bedankt. Ken je de squishy maker? Ja hoor, dat kan je zo gewoon zelfs een squishy maken, ja, waar je daar lekker in kunt knijpen en zo. Ja. Het schijnt helemaal te gek te zijn. Heel erg bedankt. Ja, en als jij nu zit te kijken en dat je denkt van, ja, maar dat is toch te gek. Attractiepark medewerker, nou die hebben we dus al gehad. Maar als je een ander beroep hebt, nou ja, ik zou zeggen, geef het op via onze website. En wie weet gaan we samen op pad om ook zo'n toffe dag te hebben als ik gehad heb met Katja. Ja. En voor de rest natuurlijk abonneer je op ons YouTube-kanaal. Je blijft op de hoogte van alles wat met Later als ik groot ben te maken heeft. En natuurlijk ook liken, hè. Dat is heel erg belangrijk. Ik zeg tot de volgende Later als ik groot ben. Doei! Later als ik groot ben is mede mogelijk gemaakt door Maduro Dam en door Dr. Squish.